De stoplichten op het kruispunt Pleiadenlaan-Zonnelaan bij winkelcentrum Paddepoel staan al enkele dagen uit. Er moet nieuwe software komen voor de verkeerslichten en daarom wordt de oude schakelkast vervangen. Omwonenden en bezoekers van winkelcentrum Paddepoel zeggen dat dit vooral voor voetgangers en fietsers gevaarlijke situaties oplevert. Absoluut, ja. Sommige mensen weten niet wie je de voorrang hebt. En blijf gewoon te kijken, iedereen, wie is de voorrang met beginnen. Dat vind ik wel eigenlijk absoluut iets wat bijzonder voor ons in deze buurt. Voornamelijk in de spits worden er wel verkeersregelaars ingezet. Maar voor fietsers en voetgangers blijkt dit weinig zin te hebben. Mijn vrouw die zit momenteel in een rolstoel. En als je dan wil oversteken, nou, de auto's en de fietsers die rijden er gewoon door. En daar heb je dan echt last van. En dan staan er van die verkeersregelaars. Maar die letten meer op de auto's dan op de mensen die willen oversteken. Ik stond hier vanochtend en toen zagen we allerlei verkeersregelaars, maar die stonden vooral en voor de auto's. En sommigen stonden ook gewoon op de stoep helemaal niets te doen. Dat we echt zoiets hadden van, oké, mogen wij nu doorfietsen of wat is de bedoeling? Dus het is eigenlijk onoverzichtelijk nu? Ja, en gevaarlijk, want fietsers die fietsen gewoon door en auto's moeten ineens op de rem en zo. En nou, zeker 's ochtends gaan er zoveel bussen hierheen met al die studenten. Ja, het is gewoon heel onoverzichtelijk. Een woordvoerder van de gemeente zegt dat de stoplichten morgen weer werken en voor een betere doorstroming van het verkeer gaan zorgen.